Ja, hier is Vissy weer. En vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Op de achtergrond zien jullie wat care package gameplay. Zal ik het zo maar noemen, care package gameplay. Want ik haal wat verschillende dingen uit een care package. Ik speel er even een paar potjes mee. Ik dacht mezelf, altijd leuk om een beetje verschillende killstreaks, scorestreaks te laten zien, zeg maar, in de game. Ik haal eerst een dart, daarna haal ik de wraps, dat zijn die ronde dingen die dan door de map heen gaan rollen, zeg maar. Daarna haal ik een HATR, dat is oftewel de nieuwe Orbital V-set. En ik haal nog op het einde ook nog een Guardian, waar ik ook nog een killtje mee maak, jawel, met een Guardian. Op die hele grote groene map, zeg maar. Dan ga je zo het in zien. Dus het is best wel grappig. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik heb gewoon lekker geknipt en jullie zien maar gewoon hoe die killstreaks eruit zien. Daar ging het even eigenlijk om even te showen namelijk. Want waar ik het vandaag even heel kort wil over hebben is Black Ops 3 natuurlijk in het algemeen. Wat mijn mening is tot nu toe namelijk. Want dat wordt wel gevraagd, Chris, wat is mijn eigen mening? Is het nou beter dan Van Voorver? Is het nou slechter dan Black Ops 2? Bla 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 bla. Nou, tot nu toe kan ik de algehele indruk... kan ik zeggen dat ik het in ieder geval beter vind dan Advanced Warfare. Beter ook vind dan een Ghost, als ik eerlijk ben. Ik weet niet of het echt beter is dan Black Ops 2. Daar twijfel ik nog wel een beetje aan. Maar mijn voordelen eigenlijk in Black Ops 3, wat ik tot nu toe zie eigenlijk, is dat het... je hebt eigenlijk best wel aardige wapens en zo waarmee je kan spelen. Best wel variatie. Al is wel de Razorback wel bij far voor mij het makkelijkste handelbaar. En voor mij ook een van de sterkste wapens in de game. Verder vind ik de kleur van de game heel erg mooi, eigenlijk wel echt goed contrast. Verder loopt de game ook heel erg smooth, zeg maar. Hè? Dus het is echt, ja, ik weet niet, het is gewoon strak, het beeld. Gewoon echt, je ziet echt wel dat het gewoon echt een beetje next-gen-achtig is. De mappen tot nu toe zijn in ieder geval niet slecht. De drie die ik gespeeld heb, hè, volgens mij komt er nog vanavond een nieuwe map uit. En kunnen we ook weer hoger levelen, dus dat is ook natuurlijk leuk. Maar de drie mappen die ik tot nu toe gezien heb, ik vind ze echt niet zo slecht of zo. Ah, oké, okay, er zijn deze map die nu op de achtergrond ziet, dat ik bij mezelf, ja, die had wel wat kleiner gemogen voor mij, dat wel. Want je speelt natuurlijk 6 tegen 6. Al weet ik niet, ja, hoe het gaat natuurlijk op ground war op zo'n map. Dus dan moeten we nog even afwachten, maar het had deze map voor, had wel iets kleiner. Verder vind ik het bewegen van het poppetje vind ik eigenlijk heel erg smooth gaan. En daarnaast bedoel ik eigenlijk ook mee dat het wallrunnen en het jumpen hierin eigenlijk, zeg maar, wel iets echt toevoegt in de game eigenlijk. En kijk, bij Advanced Warfare werd ik helemaal gek. Dan springen ze zo hoog en je kunt overal op en zo en daar word je helemaal fucking gek van. Maar hierin vind ik op een of andere manier... vind ik het niet storend werken. En misschien omdat het gewoon dat je gewoon wat lager speelt, zeg maar, in de game. Ik vind het wall runnen vind ik eigenlijk ook wel iets toevoegen en zo. Dus ja, het lijkt me helemaal... tot nu toe in ieder geval heb ik daar eigenlijk geen probleem mee. De nadelen in Black Ops 3, want die heb ik wel natuurlijk ook. Die heb ik ook natuurlijk nadelen. Ik vind dat killstreaks echt vet en vet overpowered zijn. Als je zo'n raid haalt, hè, zo'n stealth chopper, hè. Dan kan je dan alleen maar nu nog uit je care packs halen. Die kun je halen in ieder geval. Dan, hey, die killt echt niet normaal. Het gaat zo snel, die kills. En ook bijvoorbeeld een Hellstorm en een Lightning Strike zijn best wel overpowered. En vooral als ze in combinatie achter elkaar worden gebruikt, dan ben ik bang dat het best wel tot irritatiepunten kan leiden. Verder vind ik dat het echt heel erg makkelijk op de game gespawntrap kan worden. En daar hou ik ook niet zo van. Dat leidt gewoon tot irritaties en dat leidt tot twitters. En ik betrap mezelf er ook wel eens op, hè, dat ik gewoon automatisch een beetje ga spawntrappen. Ik ga automatisch mensen in een hoekje zetten. Alleen nadeel is ook, je gaat ook daarnaast een head glitchen erbij en zo. Ja, de game ziet er echt niet zoveel beter uit. Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat ze iets aan moeten doen dat er gewoon iets meer ruimte in die spawn is. Ja, nu spawnen ze ook soms wel eens, als je bijvoorbeeld op mee speelt, spawnen ze gewoon wel eens om je heen. En daar word je ook helemaal gek van. Headless spots heb ik ook genoteerd. Nou, ik zei het net al eigenlijk een beetje. Headless spots, ik vind het wel behoorlijk irritant af en toe. Het valt me op dat gewoon ook in deze game, net zoals Black Ops 2 eigenlijk, dat je echt op elk hoekje wel een headless spot hebt. Er staat een tonnetje, of er staat niet gewoon wat. En, weet je, het hoeft niet overal headless spot te zijn, zou ik zo zeggen. En daarnaast, specialist zelf, vind ik zelf... weet ik niet. Ik vind het aan de ene kant wel leuk af en toe, maar ik vind eigenlijk non-lethal specialist
vind ik leuker spelen, zeg maar, waar je dus niet mee kan killen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn voor- en nadelen. Dus tot nu toe, ik vind het in ieder geval een dikke voldoende. Ik ga ervan uit dat het de full game nog beter wordt. En als het goed is kunnen we ook vanaf vanavond weer wat verder gaan levelen. Dus dan gaan we dat meer zien. Nieuwe map. Ik wil het ook in. Dus we gaan het gewoon zien. Laat even jouw mening achter tot nu toe bij de comments. En dan spreek ik jullie later. Bye bye.